kussen voor de winnaar van de puntenkoers. Nogmaals een applaus voor de nummers 1, 2 en 3 vandaag in de puntenkoers van de 56e Mel van Maris. De 56e mijl van Maris vond plaats op zaterdag 29 juli. Een mijl met veel frisse elementen. En dit jaar zijn ook weer enkele wielergrootheden van de partij. Door burgemeester Marga Vermu is een prominente ronde georganiseerd. Oud-toerwinnaars Joop Zoetemelk en Jan Jansen maken deel uit van het rennersveld. Het is echt genieten. Het is een geweldig mooie dag. En heel fijn dat iedereen er is die uitgenodigd is. Die hier aan de start staat. En heel divers gezelschap. Ik ben er trots op. En ik denk dat het een heel mooie mijl van Maris wordt met al die prominenten. Wat brengt Jan Jansen in Maris? Ik heb hier natuurlijk vroeger overal rondgereden. Toen was Maris nog niet zo Maris als nu. Maar de organisatie heeft me gevraagd om daar nog een keer terug te komen. En zodoende, vandaag zaterdag, dus ik moet toch fietsen, dan kan ik net zo goed hier fietsen. En waar ga je naartoe fietsen, Jan? We rijden naar, met alle oude burgemeesters en prominenten naar de Achterkluis. Dat ken ik toevallig, ik ben er een paar weken geleden nog geweest. Daar stoppen we even, daar drinken we een kopje koffie en we komen weer terug. 50 kilometer ongeveer. 50 kilometer? Ja, dat is toch een lekker tochtje, toch? Dat is een makkie. Joop Zoetemelk, Joop, goedemiddag. Goedemiddag. RTV Horizon, Radio en TV. Joop, ik vraag het aan Jan, wat brengt Joop in Maarrezen vandaag? Nou, ik heb altijd goede herinneringen in Maarrezen gehad. Ik heb er als renner natuurlijk heel veel gereden, bijna elk jaar, toen ik nog actief was. En nu ik weer een keertje terug kon komen, nou, met plezier. De burgemeester heeft me gevraagd of we een toertocht mee willen rijden. En Jan zou er ook aanwezig zijn, die is ook aanwezig. Dus we gaan er een mooi tochtje van maken straks. Ik heb het net ook wel gevraagd aan Jan. Fiets je ook nog vaak door de week sinds je in Frankrijk? Je woont nog steeds in Frankrijk, hè? Ja, ik woon nog steeds in Frankrijk. En als het eventjes kan, dan ga ik een stukje fietsen. Als het goed weer is, dan de zon die gaat weer schijnen. Dan gaan we twee uurtjes fietsen. Doe ik met plezier. En nou vandaag 45 kilometer? Nou, dat is net mijn afstand, dat is prima zo. Al die burgemeesters, ja, ik heb verhalen gehoord, ze lussen nog alles toch best. Nou goed, we fietsen het er weer uit en we zweten het er weer uit straks. Goed zo. Dus, dat kennen allemaal. Gelijk genieten. Dankjewel. En succes dadelijk. Joop Zoetemelk, winnaar van de Tour de France. Allereerst staat hij naast me. Floor Neerhoff. Floor Neerhoff, goedemiddag. En? Merel van Hunsel. En Merel van Hunsel. Dames, jullie hebben eigenlijk al iemand gekust net, zag ik wel, hè? Ja, zeker. Wist je eigenlijk wie dat was die je kuste? Ja, ik wist wel wie het was, ja. We hebben ons wel goed ingelezen van tevoren. Ja, ja. En wist jij ook wie je gekust hebt? Ja, het was Jan Jansen. Dus, Jan Jansen, ja. Ik stond daar. Jansen zei meteen van, ik wil de missen hebben, zei hij, want ik moest de missen hebben. Ja, dat komen wij wel, hè. Maar voor jullie vandaag een spannende dag. Ja, best wel. Ja. Ja. Ja? Hebben jullie wel geslapen vannacht? Want de meeste liggen je daar wel wakker van, hè? Oh, nee. Nou, slaap hebben we wel gedaan, ja. Ja. En voor jou geldt het ook? Ja, goed geslapen zelfs. Ja? Vandaag gaan we er weer goed tegenaan, dus... Ja, want het begint eigenlijk pas net, hè? Ja, het begint pas net. Maar we moeten nog wel even, dus... Ja, maar het is leuk om te doen, toch? Dat is zeker waar, ja. Op het Jan Verheesplein staat met de mel zoals altijd het Kinderplein centraal. Zoals ieder jaar veel belangstelling voor de elitekoers van de amateurs. Prachtig deel in hetzelfde niveau. Met ook een plaatselijke favoriet voorbij komen. Dan gaan wij natuurlijk een geweldig applaus laten horen hier voor de eerste drie. Voor Melvin van Zijl, voor Arno Klein en Lorenzo Harbers. De schitterende nummers 1, 2 en 3 vandaag hier bij de elite belofte amateurs. Jong geleerd, oud gedaan. De dikke bandenrace voor de renners in spe. Je ziet er flitsend uit. Ja. Volgens mij ga jij winnen vandaag. Met Mika. Ja, ik heb vorig jaar wel gewonnen. Getraind? Ja. Hoe lang? Een beetje naar Budel, naar Weert gereden. Zo, en terug. Dan heb je het goed gedaan. En hier al een rondje. Dat is veel kilometers gemaakt. Jens Klingen. En je hebt getraind? Nee. Helemaal niks? Nee. En je moet twee ronden gaan fietsen nu?
Ja, ik heb wel heel veel gefietst in de zomer. Heel veel gefietst in de zomer, maar ja, nu is het... Ja, in mijn vakantie vooral. Mijn vakantie. Ja. Maar je hebt wel zin om... Ja, heel erg veel. Ik zie het, ja. Je bent echt... je hebt er zin in, hè? Ja. Heb je eigenlijk ook getraind, Lars, vandaag? Of getraind voor deze wedstrijd? Ja. Ja, veel getraind ook. Hier staan ze geconcentreerd aan het vertrekken. Wat denk je ervan? Spanning op de gezichten. Ja, ik weet niet zo zeker als ik aan het wennen. Loodzware rond. Ja. En jij hebt ook getraind? Ja. Veel getraind natuurlijk. Ja, vooral op Ameland. Op Ameland? Hoogtestage geweest? Zo. Dus je gaat ook knallen dadelijk? Ja. Heb je ook getraind? Nee. Helemaal niks? Je gaat gewoon fietsen. Je denkt bij jou, nou, zou mij wel een zijn? Ja, zo. Heb je wel goed gegeten, toch? Ja. Wat heb je op? Broodjes en fruit. Oh, je hebt wel fruit, heel goed. Nou, succes meid, ga lekker genieten. Patrick aan het parcours vrijmaken voor de start van de Rabo Dikkerman race 2005 en 2006. Vertrekken op het belsignaal. Keurie staat al klaar om de bel te luiden voor één ronde wedstrijd. Heel veel succes. Over de een van de onbetwiste hoogtepunten. Daniel van Maris, de Rabo Dikkerman race. We zien hier de binnenkomst ook van de nummer 46 die we zagen finishen. Dat was Teun de Win. Aan de Mel van Maris voor Professionals deden dit jaar weer toppers mee uit de Tour de France. Wij spraken Albert Timmer en Roy Curvers uit de succesvolle Sunweb-ploeg. En Dylan Groenewegen die de slotetappe op de Champs-Élysées won. De eerste renner die naar buiten komt is Albert Timmer. Albert, goedenavond jongen. Goedenavond. Welkom weer in Maarezen. Dankjewel. Alles goed? Ja, alles nog rustig, dus allemaal goed, allemaal in orde. Goeie tour gehad, joh. Ja, niks te klagen gehad. Boven verwachting goed, denk ik. Ja. Dus dat was voor ons zeer succesvol. Vier overwinningen en de groene en gele trui binnengehaald, hè? Of nee, de Bollies trui, ja. Klopt, ja. Nee, dat was wel bijzonder. Ik denk niet dat ik dat nog in mijn carrière weer een keer mee ga maken. Ik hoop het wel natuurlijk, maar nee, dat is wel echt bijzonder, ja. Heb je veel gereden deze week? Dit wordt de vierde. De vierde al? Ja, dus maandag, dinsdag gereden en gisteravond heerlen en nu hier. En gaat het worden voor jou vanavond? Geen idee, het is afwachten hoe de benen zijn. Het was vannacht, ik was om 1 uur thuis denk ik. En vanochtend om 6 uur was mijn dochtertje, die had weer aandacht nodig. Ja, dus, gaat allemaal gewoon door, Albert. Gaat door, dus veel slaap heb ik ook weer niet gehad. Maar dat is de hele week al zo. Maar ja, dat is ook wel weer leuk. Dat hoort er ook bij, hè? Ja, goed. Ga lekker rijden. Ja, komt goed. Heel veel publiek, dus we gaan lekker plezier maken. Ja, komt goed. Dankjewel. Welkom in Maarezen weer. Ja, zeker. Hoe is het met je? Wel goed hoor. Een beetje moe, maar dat komt wel goed. En jij maakt het mee deze week, hè? Het is druk, ja. Maar dat is ook logisch. Ja, je wint daar, dus dan krijg je ook media-aandacht. Dus dat is ook wel leuk, maar ook vermoeiend, ja. Ook vermoeiend. Je bent de hele week al in touw geweest. Ja, zeker. Ik ben nog geen avond thuis geweest. Dus elke avond zijn we wel een beetje weg. En dan het vroegste dat ik ben gaan slapen, misschien 1:30 is. Dus, ja. Het zijn zware dagen voor jou. Ja, zeker. Maar aan de andere kant kan ik ook weer een beetje uitslapen. Dus het valt nog wel mee. Ja. Wat ga je verder doen? Wat gaat er allemaal nog voor je aankomen de komende weken? Ik rijd de Big Bang Tour, dus dat begint 7 augustus. Dus daar zullen we gewoon weer opnieuw aan de start staan. En proberen zo goed mogelijk voor de dag te komen. Dat zou wel lukken, denk ik, toch? Ja, zeker. Ja, de vorm, ik hoop dat ik de goede vorm uit de Tour meeneem. En volgende week ietsje rustiger als het goed is, dus dan komt het wel goed. En vanavond Maarezen, wat gaat er worden, denk je? Misschien in het begin een beetje stijve benen, maar dat zal op het einde wel weer goed komen, denk ik. Ik ga mijn best doen. Goed, ga lekker plezier maken. Je wordt daar eerst gehuldigd door iedereen, dus ga er lekker van genieten. Komt goed, ga ik zeker doen. En succes verder in je, wat er allemaal gekomen met je fietscarrière. Ja, dat komt goed. Gaan we ons best doen. Oké, dankjewel. Hoi. Hallo. Daar is hij weer. Inderdaad. We zien elkaar elk jaar een beetje. Ja, daarom. Ik vraag toch altijd of ik hier mag rijden, omdat ik dan bij Radio Horizon op televisie kom. Hè? Meen je dat dan echt? Ja, echt. Serieus, joh? Ja, dan moet ook een beetje aan je merch en je PR denken. Ja, je hebt gewoon gelijk. Hoe is die, jongen? Ja, goed. Ja. Fantastische tour gehad met de ploeg. En wat dat betreft, eigenlijk nog een nageniet. En zeker als je die criteriums zo deze week afgaat, dan zie je eigenlijk hoe die tour toch weer geleefd heeft in Nederland. En dat er toch altijd weer veel volk op de been is. En dat maakt trainen ook leuk in die criteriums. Hè? Je zit in de lift, hè, op de Olympische Nederlandse wielrennen. Ja, je ziet het duidelijk. Kijk je om je heen hoeveel tourfietsers er iedere dag rondrijden. En als je ziet hoeveel Nederlanders er naar de tour zijn komen kijken afgelopen jaar. Op iedere klim hoor je tientallen keren je naam. En dat is mooi. Mooi om deel van uit te maken. Daar doe je het voor, Ron. Ja, uiteindelijk is dat de waardering die het beste voelt. Hè? Ja.
Nou, elk jaar hebben we een gesprek altijd hier over de winst in Marese. Maar dit jaar moet het ook gaan gebeuren voor jou eens een keer. Hè? In een keer tijd, maar ze maken het me niet makkelijk. Hè? Want het is een criterium. Dan, dit is dan moet je proberen om moet je in één keer je wiel als eerste hoede mee drukken. Maar met een puntenkoers, een afvalrit en een algemeen klassement erover. Ja, dan wordt het voor een niet super sprinter als ik heel lastig om, om zo'n man als Groenewegen te kloppen. Maar goed, als ik niet probeer, dan weet ik zeker dat het niet lukt. Hè? Gewoon proberen, Roy. Je hebt misschien wel de benen van de hand. Wie zal het zeggen? Wie weet. Ja, ja. Ga lekker genieten. Je zal eens verhuldigd worden, denk ik. Ik hoop het. En we spreken elkaar weer. Yep. Groetjes, hè. Dit jaar rijden de profs een omnium in plaats van een criterium. Dat wil zeggen dat de wedstrijd uit twee verschillende onderdelen bestaat waarmee punten verdiend kunnen worden. Een afvalkoers en een puntenkoers, waar spannende tussensprints worden gehouden. Ik ben niet gewend om op zo'n manier te koersen. Het is een beetje wennen, maar wel heel superleuk. Moest wel een beetje je kop erbij houden natuurlijk, want je moet allemaal tellen natuurlijk. Hè? Nou, soms ook wel goed, hè? Dan blijf je een beetje wakker. Maar dat is leuk. Je bent continu bezig en dat maakt wel voor ons ook. De tijd gaat sneller en continu gefocust zijn natuurlijk. Gaat de tijd sneller voor jullie, hè? Nou, wel als je continu moet bezig zijn met wie hoeveel punten heeft en welke ronde je moet sprinten. Dus je bent continu bezig. Normaal als je gewoon een criterium van 80 kilometer hebt, dan weet je waar de finish is. Ja. En dan moet je zorgen als je eerste bent. Maar nu is het continu moet je bezig zijn. Dus eigenlijk is dit wel een goede zet van de mijl van Maris om dit toe te voegen aan, aan de mijl? Naar mijn idee wel. En ook met de afvalkoers, ja, het zijn gewoon twee compleet andere dingen. Maar voor ons is het super leuk om te doen. Wie zou er gewonnen hebben, denk jij? Zou Roy een kans maken? Roy wint de afvalkoers. En ja, dat is even afwachten met de punten en al hoe het bij elkaar op is. De spanning stijgt wel op het ogenblik in de bus bij de juryleden. Ja, is mooi toch? Houdt het toch leuk? Ja. Hey, leuk dat je hier was en tot volgend jaar. Dankjewel. De spanning stijgt, hè? Het gaat gebeuren, Roy. Ja, nou is het. Ik heb in ieder geval die afvalkoers gewonnen, maar ik ben bang dat ik in die puntenkoers iets te weinig punten gesprokkeld heb. Maar goed, ik ben in ieder geval blij dat ik die afvalkoers gewonnen heb en ook dat ik op het podium sta voor de rest. En laten we die mannen lekker doorrekenen. Ja, kennen ze wel tellen dat er in de jury waren? Ik hoop het. Nou, ik ga ervan uit, is daarmee genoeg. Maar je net zei al tegen Albert. Hey, je zei in het begin al, voordat je ging beginnen, van ja, lastig, hè, Dylan Groenewegen hier, daar win ik nooit van. Maar wat vind je ervan, van die punten van deze koers? Ja, het is wel een leuke opzet natuurlijk. Hè. Dan houdt het spannend en ja, je ziet nou hoe iedereen eigenlijk in spanning zit. Het is wel anders dan een criterium waar je weet van die heeft gewonnen en ik kom eens eerst over de streep. En nou is het toch een beetje achter de rekentafel, moet het uiteindelijk beslist worden. Nou, ik hoop dat je wint, jongen, want dan ben je van mij ook af. Ja, inderdaad. Dan sta je volgend jaar hier en dan ga je nog een keer winnen. Nee, Roy. We wachten af, Roy. Ik hoop dat je wint, jongen. Gun het je van harte. Gaan wij de handen van het applaus laten horen hier. Laat u horen waar hij zit. Voor Willem Groenewegen van Albert Timmer. En voor Pim Lichtbach, de trotse nummers 1, 2 en 3 van het omnium vandaag hier in Marese.